aan de Zuiderzee. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Zwolle 105 FM. Altijd het laatste nieuws, sport, evenementen en de beste muziek. Radio Zwolle, het geluid van je stad. Het Zwolse kwartiertje. Vandaag met Harry ter Klooster en Marjan Bijntema. Ja, we zitten krap in de tijd, dus we gaan gewoon even gauw bellen. Ja, dus ook namens mij goedemiddag, Aranka. Dag, hallo. Leuk dat je ons even te woord wil staan, want de processie van gisteren, hè, sinds 350 jaar niet meer gehouden in Zwolle? Nee, heel erg lang niet meer. Eigenlijk na de reformatie is er geen processie meer in het openbaar tenminste gehouden. Nee. Dus dat was een hele bijzondere gebeurtenis. En natuurlijk ook het feit waarom de processie ging, het overbrengen van het gebeente van Thomas Kempers van de Sint-Michaelkerk naar de Onze Lieve Vrouwenbasiliek was natuurlijk, het was echt heel erg vols. De plechtigheid van deze middag, broeders en zusters, heeft eigenlijk een verdrietige achtergrond. Door dalend kerkbezoek en teruglopende financiën was immers de Thomas en Kempers parochie gedwongen vorig jaar het aantal kerkplekken in deze stad te verminderen. En die processie, hoeveel mensen waren er ongeveer bij aanwezig? Veel, erg veel. Er was een enorme opkomst, moet ik zeggen, toen we bij de Waalse Kerk kwamen. Ik denk toch gauw dat er een dikke 100 man, misschien wel meer. En er stond Inderdaad 200-300. Ja, ik denk het ook wel. En er stond ongelooflijk veel publiek ook langs de route, viel me op. Echt, dat had ik niet verwacht. Zoveel belangstelling. Dan leeft het toch nog wel aardig. Maar 350 jaar geleden naar Aranka, gaat het weer 350 jaar duren voordat de volgende processie door Zwolle gaat? Ik heb geen idee. Want het is toch zo dat hij, of de schrijn zeg maar, een tijdelijke plek heeft gekregen in Onze Lieve Vrouwenbasiliek? Nou, de schrijn blijft nu in Onze Lieve Vrouwenbasiliek, dus dat is niet tijdelijk, dat is permanent. Oh. Dus, Stichting Grafmonument Thomas Kempers is drukdoende om te kijken, financiën bij elkaar te krijgen, om daar een passend monument omheen te zetten. Want ooit stond die kist in een heel erg mooi monument in de oude Sint-Michaelkerk op de hoek van de Roggestraat en de Nieuwstraat. Ja, ja. Maar ja, dat is gesloopt, dus dat is er niet meer. Maar er zijn nog wel heel veel losse onderdelen. En de stichting probeert nu om een passend nieuw grafmonument om de kist heen te plaatsen of bij de kist te plaatsen. We hebben, dat is nu een jaar of drie geleden denk ik alweer, een tentoonstelling gemaakt over Thomas en Kempers. En toen zijn we gewoon eens gaan kijken van wat is er nou nog aan onderdelen, aan koppen. Nou, het bleek dus dat het overgrote deel van de koppen nog steeds aanwezig was bij diverse particulieren. En er kwamen eigenlijk steeds meer stukken van dat monument tevoorschijn. Toen heeft een van onze vrijwilligers, die heeft op ware grootte op de grond het monument geschilderd. Ja. En toen hebben we al die losse onderdelen er op de plek gelegd waar het ooit zat. En dat was eigenlijk heel imposant. En toen zijn ook de eerste ideeën geboren van gunst. We zouden eigenlijk moeten zien dat we die delen die er nog zijn weer bij elkaar terugbrengen en daar iets nieuws mee maken. Juist. Dat was, de start gemaakt. Ja, nou moeten we gewoon zorgen dat de fondsen er komen en dat de volgende stappen kunnen worden gemaakt. Dat is nu heel belangrijk.